de energietransitie zo belangrijk, omdat de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor 40% van het energiegebruik. En nu met de afname van de voorraden voor fossiele brandstoffen zal de prijs daarvan toenemen en zullen gebouwgebruikers in de problemen komen met het voldoen van hun energierekening. Nou, energietransitie in de gebouwde omgeving is in feite in eerste instantie energie besparen. Hoe kan je slim isoleren en het energieverbruik terugbrengen? Daarnaast wil je op een duurzame manier energie opwekken, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen. En daarnaast wil je op een slimme manier je energie gebruiken, bijvoorbeeld door middel van smart grid. Dat je slim vraag en aanbod bij elkaar brengt en op het juiste moment de juiste hoeveelheid energie ter beschikking hebt voor wat je wil doen. En een mooi voorbeeld daarvan is het demonstratieproject in Hoogkerk, Power Matching City. Dat project is erop gericht om lokaal je energie met je buren te gaan delen. Dus het idee is, als de een wat energie over heeft, met name elektriciteit, dan kan bij de andere bijvoorbeeld een wasmachine worden aangezet. Wij hebben in huis bijvoorbeeld een apparaat staan wat ook elektriciteit maakt. Dus de elektriciteit die we hier gebruiken, is dus gedeeltelijk van wat we zelf maken. En datgene wat we nog over hebben, wordt dus op het net getransporteerd. En hoe dat technisch in elkaar zit, weet ik allemaal niet, maar onze elektriciteitsmeter ging dus werkelijk achteruit. En wat je dan ziet is van dat er nu heel veel initiatieven zijn in Nederland ook om lokaal gezamenlijk je energie te organiseren. De lokale energiebedrijfjes, zoals Grundige Power. En die hebben ook heel duidelijk een voorbeeldfunctie, want die vinden het wiel uit en dat wiel wordt ook gedeeld met anderen. Dus die hoeven dat niet weer opnieuw uit te vinden. En dat vind ik heel erg belangrijk, die informatiedeling en betrouwbare informatie. Die burger en die bottom-up initiatieven, die zijn het vertrekpunt. Omdat zij een belangrijk drijvende kracht zijn om die energietransitie tot stand te brengen, is daar waar je moet beginnen. Zij moeten ermee aan de gang, zij moeten het goedkeuren en het willen hebben. Als we doorleven zoals op deze manier, dan denk ik van ja, dan zijn de fossiele brandstoffen op een gegeven moment op. En dan zitten we hier en dan kan je niks meer. Dus je moet nagaan denken over de toekomst, hoe je dat in wil richten en hoe je daar mee om wil gaan. Ik ben al heel lang ook bezig met duurzaamheid en energiebezuiniging en hoe kun je daar een steentje aan bijdragen. Dus dat was voor mij ook een reden om hier aan mee te doen. Als er nog weer dit soort proefprojecten, andere proefprojecten gestart zouden worden, dan denk ik van, dan is het een hele kunst om een groep mensen ook een bepaalde verbinding met elkaar aan te laten gaan. En weten waarom je het precies doet. In het begin was het vooral ook een technisch project om te kijken van, werkt dit systeem nou? Maar we worden als bewoners ook steeds meer bij betrokken om ook bijvoorbeeld nou om te kijken van, wat voor informatie wil je nou als bewoner hebben? En dat we straks als bewoner ook invloed kunnen uitoefenen en ons gedrag kunnen aanpassen. Dat sluit precies aan wat we binnen het lectoraat doen. Is te kijken van wat zijn nou drijfveren van mensen om met energie aan de slag te gaan. Als individu of in een groep, in zo'n bottom-up initiatief die je nu overal ziet verschijnen. En wat voor informatie hebben zij nou nodig om datgene op een goede manier op te kunnen pakken? Op wat voor manier moet je nou naar de exploitatie van een gebouw kijken? Bijvoorbeeld als je als gemeenschap de bibliotheek of de dorpskroeg wil openhouden. Hoe zorg je er nou voor dat de rekening, de energierekening, daarvoor betaalbaar blijft? Hoe doe je dat dan? Hoe pak je dat dan aan? Energietransitie is een hele grote opgave en ook vrij complex. Luister vrij nauw hoe al die energiemaatregelen, hoe die op en rondom gebouwen worden toegepast. En daarbij heeft iedereen zo zijn rol. Overheden, bedrijven, maar ook de burger, jij en ik. In feite is het een opgave die we gezamenlijk moeten oppakken om het tot een succes te maken.